De tweede motie gaat over het vuurwerkverbod. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet heeft besloten dat er dit jaar in verband met corona geen consumentenvuurwerk mag worden verkocht en of mag worden afgestoken, overwegende dat dit algehele vuurwerkverbod niet alleen consumenten raakt, maar ook talloze ondernemers die het nu tijdens de coronacrisis toch al zwaar hebben. Overwegende dat het vuurwerkprobleem voornamelijk een handhavingsprobleem is, verzoekt de regering de verkoop en of het aansteken van consumentenvuurwerk dit jaar gewoon binnen de geldende regels toe te staan en niet over te gaan tot een algeheel vuurwerkverbod. Gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door de heer Baudet. Wordt de indiening van deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze deel uit van de beraadslaging.